begin mei is de gemeente Den Haag begonnen met de herinrichting van de Spuistraat en de omgeving. Vele straten die worden heringericht en er komt een nieuw riool. Het riool wordt vervangen. Het is natuurlijk een hele drukke winkelstraat, dus de mensen moeten daar zo min mogelijk last van hebben. Dus wat doen ze? Ze werken alleen maar 's avonds en 's nachts. Op de dag loopt u op deze prachtige platen, maar wat doen de mannen nou eigenlijk 's avonds en de hele nacht? Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. Ooh. We zijn op het ogenblik bezig met het vervangen van de huidige riolering. Waar nodig zullen ook de kabels en leidingen vervangen worden. Daarna zullen we verder gaan met het herinrichten van de straten. Dat was ook hard nodig, want hier en daar waren de straten behoorlijk verzakt. We brengen allemaal nieuwe klinkers aan, met twee nieuwe goten voor de afwatering van het hemelwater. En we zorgen ervoor dat alle panden goed bereikbaar zijn voor rolstoelers en kinderwagens. We werken vanaf sluitingstijd tot 5 uur 's morgens. Het enige wat het winkelend publiek eigenlijk daarvan merkt, zijn de betonplaten die in de straat zijn neergelegd. Dat is voor het werk heel erg handig, want daarmee kunnen aannemers heel snel en efficiënt werken, want ze hebben ieder moment nodig. Nou, een kleine overlast hou je natuurlijk altijd, maar daarvoor hebben we een omgevingsmanager ingezet. Er wordt in fases gewerkt. We zijn in mei begonnen en het hele werk loopt nog door tot medio november. Er zijn heel wat straten te doen. Maar medio november moeten we echt klaar zijn, want dan begint de belangrijkste verkoopperiode van de winkeliers in verband met de decemberdrukte. Wilt u nou meer informatie over de herinrichting van de Spuistraat, dan kunt u kijken op de website www.denhaag.nl onder het kopje herinrichting Spuistraat. Voor nu zou ik zeggen, tot volgende week. Hoi! To you. Ooh, yeah, love to you.